Klaas van der Hek moet een van de belangrijkste kunstenaars in Alkmaar zijn geweest in de eerste helft van de 17e eeuw. Zijn oeuvre bestaat voor een groot deel uit landschappen waarin figuurtjes en gebouwen voor een grote levendigheid zorgen. Ook voor het groepsportret koos hij voor de combinatie van figuren en gebouwen in een landschap. Dat is heel uitzonderlijk voor een schutterstuk, waarop meestal alleen figuren te zien zijn. Het is de moeite waard om de gezichten van de schutters één voor één te bekijken. Dan zie je hoe fijn ze geschilderd zijn, bijna getekend met verf. En hoe innemend sommige gezichten overkomen. Je krijgt bijna het gevoel dat je echt kennis maakt met de heren in dit stuk. De levensechtheid van de figuren wordt versterkt door de bewegelijkheid van hun handen. De schutters maken allerlei gebaren. Ze wijzen, houden iets vast of schenken iets in. Helaas is niet goed meer te bepalen of er iets bedoeld wordt met die gebaren. Waarom wijzen de twee figuren in het midden op elkaar? Zijn zij de kapiteins van de schutters? Het is niet meer vast te stellen, omdat de figuren tijdens dit ontspannen uitje geen sjerpen of wapens dragen waaraan we hun functie kunnen aflezen. De enige figuur die we bij naam kunnen noemen is de kastelein, want die is herkenbaar aan het feit dat hij drank schenkt. Zijn naam is Bartlemies Wouters Winkel. Hij is jarenlang de kastelein van de oude schutterij geweest en daarom zien we hem terug op een aantal Alkmaarse schutterstukken. Op het middenplan van het schilderij staan een man en een vrouw. Ze zijn net zo scherp getekend als de schutters en zijn dus waarschijnlijk geen stoffering, maar verbeeldingen van echte personen. Hoogstwaarschijnlijk heeft Van der Hek hier zichzelf afgebeeld. Op een ander schilderij van hem staat namelijk een man met dezelfde trekken, van wie ook al lang wordt gedacht dat het om een kunstenaarsportret gaat. Links op de achtergrond is een hek afgebeeld. Zulke hekken kwamen in het 17e eeuwse landschap bij bergen vast veel voor, maar misschien is het in dit geval ook een verwijzing naar de naam van de schilder, Van der Hek. De picknick van de schutters vindt plaats in bergen, mogelijk bij de uitspanning Het vrouwtje in de duin. In de buurt van dit gebouwtje zijn allerlei vermakelijke details weergegeven. Een mannetje dat een vis gevangen heeft, een minnekozend paardje en minnekozende konijntjes. Helemaal op de achtergrond zijn de contouren van Alkmaar geschilderd, de thuishaven van de schutterij.